Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 29 december. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Zoals je kan zien, het is hier weer lekker donker, want het is wederom weer bewolkt. Ik heb eventjes de vuilniszak weggebracht, want die zat weer vol, dus die moest gelijk weer eventjes weg. En vandaag op de planning, ik ga gewoon even de woonkamer doen. Ik heb een glaasje gevonden voor het fotolijstje wat vorige week kapot is gegaan. Dus die ga ik mooi even vervangen. En ik ga even bullet journalen. Dus dat is verder ook wel de planning, niet heel bijzonder. Gisteravond heb ik Zeeman Confronteert gekeken. Was ook wel weer een hele mooie uitzending. Het was een dame in de zorg die de boel oplichtte. De confrontatie was heel moeilijk voor elkaar te boksen. Want zij kwam bijna haar huis niet uit. Ze hebben er op een gegeven moment geprobeerd te lokken door bij haar aan te bellen en te zeggen van ja, ik ben tegen je auto aangekomen en ja, met schadeformulieren zo. Maar ze weigerde naar buiten te komen. Ze had echt zoiets van nou ja, laat dan maar. Dus nee, het was heel moeilijk om haar te confronteren. Uiteindelijk heeft hij telefonisch gedaan. Toen mocht hij uiteindelijk bij haar langskomen. Ze zou haar excuses aanbieden aan alle slachtoffers. En ze zou gewoon in beeld komen. Uiteindelijk heeft ze voor de uitzending aangegeven dat ze toch niet herkenbaar in beeld wilde zijn. Dus ze hebben het uiteindelijk geblurred. Maar ja, een beetje vreemdig. Een beetje een apart vrouwtje was het. Daarna heb ik even de laatste aflevering van de Verhulsjes van seizoen 1 gekeken. En echt waar, als je van real life shows houdt en je houdt van humor, is dit echt een aanrader. Het staat op Videoland. Dus ja, dan moet je natuurlijk wel net Videoland hebben. Of misschien kun je terugkijken via RTL Gemist. Maar ja, ik zit hier dan echt te kijken. En zit ik af en toe ook gewoon echt te lachen. Dat ik denk van god, wat een humorniveau is dit. Dus ja, het is wel echt, echt heel leuk. Ik heb de vlog afgemaakt en de foto's bewerkt. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en Witsen. Dus dat was verder ook de avond. Verder wel prima eigenlijk. Ja, verder ook eigenlijk niet zo heel veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus dat was het ook wel. Ik ga zo eventjes alles klaarmaken om hier aan de gang te gaan. En dan ja, ga ik even kijken waarin ik jullie kan meenemen. En dus ja, ik ga muziek aan doen en dan ga ik aan de gang. Zo, dit maakt mij dan toch wel weer blij dat nu de barst weg is. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ben alleen niet zo blij, want ik heb secondenlijn aan mijn vingers. Want ik heb mijn slof geprobeerd te maken. Dus dat moet ik even heel goed poenen. Dus niet heel veel, maar ik krijg er altijd zo verrot af. Maar goed, alles is verder klaar. Dus ik ga eerst even wat drinken. Dan kan ik morgen nog eventjes bullet journalen. Maar in ieder geval, hier is alles weer lekker schoon. Maar nou nog van de secondenlijn afkomen. Secondenlijm afkomen, want dit zit wel heel vervelend. Zo, het eten is hier inmiddels lekker opgesnoept. Ik heb de doodles afgekregen. Die heb ik alweer netjes in de map gedaan. Dus dat is wel heel fijn. Ik ben alleen gaan pulken aan dat secondenlijmpje. En daar heb ik mijn huid een beetje mee opengehaald. Dus een tip, doe dat gewoon niet. Want ja, mijn huid is nu gewoon heel dun met het weer en zo. En met de tweede handen wassen. Dus ja, het is een beetje kapot gegaan. Dus nou ja, even afplakken. Het zal wel weer helen. En hopen dat het gewoon snel slijt. Want het is wel heel vervelend. Maar ja, het is niet anders. Ik ben blij dat alles weer lekker schoon is. Dus ja, ik ben wel weer tevreden. De verwarming lekker even een zetje gegeven. Dan wordt het hier zo ook weer lekker wat warmer. Mijn programmaatjes net weer opgenomen.
Ik ga nu nog even zo lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je wel goede tijd, maar verder eigenlijk niet heel erg veel wat ik leuk vind. Nou heb ik gezien dat ze op Nederland 3 een documentaire van Freddie Mercury, The Last Act, hebben uitgezonden. Dus ik wil even kijken of ik die kan terugkijken, want die lijkt me best wel interessant. Nou, verder moet ik vanavond een artikel schrijven, de vlog inplannen. Ik wil vast wat foto's doen voor het artikel voor vrijdag. Want ik wil eigenlijk proberen of ik morgenavond alles afkrijg. Dat ik vrijdagavond niks meer hoef te doen. Dat ik ook gewoon kan genieten van de televisie. Dus ik hoop dat dat een beetje lukt. Ja, en vanavond ga ik Nieuw Amsterdam kijken en Hudson en Rex. Het is nu weer een dubbele aflevering. Dus het begint nu al om 8:30. Dus ik heb het allemaal al mooi opgenomen. Dus ja. Dat is eigenlijk voornamelijk de planning, dus niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag, het is 30 december. Ik ben klaargemaakt, het is wederom een donkere dag. Ik ben al even naar buiten geweest, want ik moest even het oude papier wegbrengen. Ja, dan trek ik toch weer geen jas aan, omdat ik denk, oh, even snel naar beneden en weer terug. Maar eigenlijk niet zo slim. Dus ik denk dat ik straks wel al lekker een beetje de verwarming wat hoger doe. En dan ben ik nu wel heel erg blij dat ik een filmlamp heb. Want ik moet een video opnemen voor zaterdag. Dus dan is het wel fijn dat je al een lamp hebt. Want met dit licht is het natuurlijk niet fijn om te filmen. Ik moet even stofzuigen en daarna ga ik nog even bullet journalen. Ik hoop eigenlijk nog even wat was in de kast te leggen. Ik heb gisteravond documentaire gekeken, Freddie the Final Act. Heel erg interessant. Ging dus over Freddie Mercury. Is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van het 30 jaar overlijden. Want het was dit jaar 30 jaar geleden dat hij overleden was. Ja, het ging ook echt wel over dat AIDS opkwam, zeg maar. In die tijd en dat hij daar eigenlijk zoiets van had, ah nee, ik heb dat niet. En hij wilde daar eigenlijk ook helemaal niet over praten. En de bandleden begonnen op een gegeven moment wel te merken dat er wat aan, dat er iets met hem was. En ze hadden wel het vermoeden van, zou het AIDS zijn? Maar ze hielden zichzelf eigenlijk nog een beetje voor, ach, het kan net zo goed iets met zijn longen zijn. En joh. Het hoeft nog helemaal niet dat te zijn. En, want hij praatte er ook niet over. Ook tegen zijn familie niet. Want tegen zijn zus zei hij dan. Zijn zus zei van ja, je hebt toch geen AIDS? Nee joh, ik heb gewoon een bloedziekte. En maar als je heel goed kijkt bij bepaalde beelden kun je zien dat hij op zijn arm van die donkere plekken heeft zitten. En in eerste instantie kun je denken, god, die heeft zich gewoon heel goed hard gestoten. Want je denkt eerst, het zijn blauwe plekken. Maar het zijn dus plekken die dus. Krijgt als je AIDS hebt. En op een gegeven moment kreeg hij plekken op zijn hand en in zijn gezicht, geloof ik, een hele paarse vlek. En toen heeft een van zo'n interviewer, waar die inmiddels ook wel heel goed mee was, die heeft tegen hem gezegd van, je hebt toch geen AIDS? Ja, zegt hij, staat het apparaat uit? Ja, staat uit. Ja, als ik je nu iets vertel, kun je het dan buiten het interview houden? Ja, tuurlijk, als jij dat wil. En toen zei hij dus dat hij toch wel AIDS had. Hij zei ook op een gegeven moment naar een live optreden van weer naar een tour. Ik kan dit niet meer. Ik wil dit niet meer. Ik wil hierna niet meer toeren en niet meer live optreden. En dat was voor de bandleden wel oké. Er is nu echt wat aan de hand. Dus toen heeft hij het ook wel verteld. Maar hij wilde daar verder ook niet over praten, want hij wilde gewoon doorgaan zoals het was. En nou ja, dat is toch wel heel bijzonder dat jij 6 weken voor je overlijden, terwijl je al doodziek bent, want hij werd heel mager. Want je zag ook beelden dat ze nog een prijs in ontvangst namen. Ze zijn wel gegaan, maar hij had een pak aan wat veel te groot zat. Zijn gezicht zag heel grauw en ja, het was een heel andere persoon om te zien. En toen heeft hij ook eigenlijk bijna niks gezegd, alleen dankjewel en een fijne avond nog. Maar dat je dan 6 weken voordat je overlijdt nog even een nummer staat in te zingen. Show must go on. Ik bedoel. Zijn lichaam was op, maar die stem die bleef, weet je, dat is gewoon heel bizar. En ja, ook een beetje over het overlijden, dat hij op een gegeven moment, dat hij eigenlijk niet meer kon. Dan heeft hij dus een dag voor zijn overlijden, heeft hij bekendgemaakt dat hij AIDS had. En de volgende dag was hij dan ook al overleden. Dus ja, ik vond het heel interessant. Ik ben wat dat betreft, vind ik dat soort documentaires heel interessant. Ik heb er toen ook eentje van George Michael gezien, Britney Spears al een aantal van. Maar ja, ik vond het heel interessant om te kijken. Ik heb gisteravond ook best wel hard doorgewerkt, want ik was al bezig met een artikel. Ik heb een beetje een groot artikel wat eigenlijk morgen online moet, maar ik eigenlijk niet zo zin meer heb om dat morgenavond
allemaal te doen. Want normaal doe ik dat wel. Maar ja, dat morgenavond heb je leuk tv. Het is oud en nieuw. Dus ik heb al heel veel daarvan af. Ik ben al begonnen met schrijven en zo. Dus ik ben wat dat betreft al best wel ver. Ik moet dan alleen ook nog de video moet nog geëdit worden. Maar ja, die moest ik nog opnemen. Dus op zich wel lekker doorgewerkt. Ik heb ook Nieuw Amsterdam weer gekeken. Dat was ook wel weer heel erg mooi. En daarna Hudson en Rex. En dat was ook een hele mooie uitzending. Dus wat dat betreft was het een goede avond. Ja, ik ga het nu even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik even alles klaarzetten om een video op te nemen. Want dan is dat ook weer klaar. En alleen mijn puis die heeft een vrolijke opkomst gemaakt. Ik dacht eigenlijk van de week dat hij een beetje verdwenen was. Maar hij komt nu toch door. Dus nou ja, ik kreeg hem ook niet echt weg met concealer. Dus ik ga morgen maar eventjes een iets dekkendere concealer pakken. Zodat hij hopelijk niet zo zichtbaar is. Maar goed, ik ga eventjes wat doen. En ja, ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Oké, een update van de slop. Hij zit nog steeds niet helemaal goed vast. Dus er moet nog een laagje tussen. Maar hij zit al beter vast dan dat het was. Dus ik moet het nog wel een keer doen. Maar het begin is er in ieder geval. Oh, ik heb al eventjes de oliebollenmix gepakt. Was trouwens gisteren nog even een dingetje. Want er kwam ineens een bericht dat in sommige mixen geen gist zat. Dus ik had eventjes dit nummer gecheckt en dat klopte gelukkig. En de mixer staat er ook al. Dus dan zijn we in ieder geval klaar voor morgen de oliebollen te bakken. Ik zat eventjes aan een Starbucks caramel macchiato. Zo lekker. Dat is het leven. Nou, video staat erop. Ik moest eventjes hier de boel een beetje verbouwen, want anders past de lamp er niet tussen. Dus dat heb ik net allemaal netjes opgeruimd. Even lekker gebullet journaled. Ik heb nog wat was in de kast gedaan. Dus op zich wel lekker relaxed. Ik moet zo even hier nog wat kleine dingetjes opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Vanavond heb je goede tijden. En je hebt de film April, May en June op SBS6. Die lijkt mij wel heel mooi. Dus die wil ik wel gaan kijken. Want ik heb hem nog nooit gezien. Het is een Nederlandse film. Dus hij lijkt mij wel leuk om te kijken. Verder is er toch niet zo heel veel wat ik leuk vind. Ik wil vanavond dus eventjes verder werken met mijn blogartikel. Ik moet nog een video inplannen voor morgen. Ik wil eigenlijk de video voor zaterdag al editen. Dus het wordt vanavond ook wel een beetje doorwerken voor blog en YouTube. Maar dat komt vast allemaal wel goed. En ik zie wel hoe ver ik kom. Maar moet ik morgen dan toch nog iets doen? Dat geeft niet. Ik weet nog niet hoe laat Nathalie er morgen is. Dat moet ik nog even bespreken. En ik wil nog even kerstnagels maken. Want dit gaat er dan af. Of kerstnagels zeg ik. Hallo. Oud en nieuw nagels wil ik nog even maken. En ik heb al een beetje een idee wat ik wil. Dus dan gaat dit er even af. En dan ga ik dat eventjes doen. Verder heb ik Nieuw Amsterdam. En ga ik Witse kijken. En dan heb ik een vervolg. Het wordt wel spannend. Dus dat is verder ook de planning. Dus niet heel spectaculair. Ik ga nog even genieten van mijn koffietje. En dan ga ik even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga verder niks meer doen. Dus tot morgen.
Goedemiddag, op deze vrijdag, het is 31 december. Zoals jullie hebben kunnen zien ben ik gestart met het maken van de oliebollenmix. Die heeft inmiddels 3 kwartier al gestaan, dus die kan ik zometeen gaan bakken als de pan warm is. En mocht je afvragen, wat zie je eruit? Nou, ik heb me gedeeltelijk klaargemaakt, make-up. Mijn haar zit dus nog in het krulmethode die ik dus, in de krulmethode die ik dus momenteel gebruik. Die laat ik even zitten. Het is namelijk zo, ik moet vanmiddag naar het ziekenhuis toe. Nati gaat met mij mee, maar dat betekent dat ik het eigenlijk niet zo prettig vind om in kleding aan te komen die naar de oliebollen ruiken van het bakken. Dus ik heb even gewoon wat uit de wasmand gepakt wat ik even heb aangetrokken. En ik heb dus mijn haar even vastgelaten, want als ik dat nu al loshoud, dan ruikt het ook helemaal naar de oliebollen. En de kans dat het nu nog, als ik het iets langer laat zitten, beter in de krul zit, is ook groter. Want ik had het er zondag eigenlijk uitgehaald omdat ik weg moest. Maar het was heel erg uitgezakt omdat het gewoon eigenlijk nog te vroeg was om het eruit te halen. Maar goed, dat was niet anders. Dus ik heb de olie nu opgezet. Als die straks warm is, dan kan ik de oliebollen gaan bakken. Nathalie is hier rond 1 uur, half 2. Dus, nee, tijger! Dat komt ook wel goed. Gisteravond heb ik lekker de film April, May en June gekeken. Ik vond het een hele mooie film. Ook wel een beetje ontroerend, maar ik vond hem wel heel erg, erg mooi. Dus die heb ik gekeken. Leuk dat ik hem nu heb gezien, want ik was er al wel benieuwd naar. Maar ik heb hem eigenlijk nooit gekeken. Ik zag eigenlijk later dat hij ook op Videoland stond. Maar over het algemeen ben ik niet echt een filmmens. Ik pak niet zo heel snel een film, behalve als ik er echt gewoon heel erg geïnteresseerd in ben. En dat was deze, dus die was wel heel mooi. Ik heb weer verder gewerkt. Ik heb het grootste gedeelte nu klaar. Ik moet alleen nog de foto's. Die moeten ingeplakt worden in het artikel. En ik moet nog wel mijn video editen, want dat redde ik niet meer. Maar goed, dat kan vanavond wel. Verder heb ik gekeken naar Nieuw Amsterdam. Was ook weer heel erg mooi. En daarna had ik een witse. Dus dat was het ook wel. Ik ga hier even stofzuigen. Dan hoop ik dat de olie zo warm is. En dan kan ik mooi eventjes de oliebollen gaan bakken. Daar ga ik jullie bij meenemen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Want het is inmiddels 5:30. Dus Nathalie is er straks ook zo. Dus tijd om aan de gang te gaan. De oliebollen zijn klaar. Ze zijn absoluut niet rond. Ik heb altijd hele rare tutus eraan. Maar oké, ze zijn klaar. Dus ik ga wel even proeven. Ga ik daarna even een deeltje van de alwas doen. Maar eerst even lekker een bolletje proeven. Want dat heb ik wel verdiend, vind ik. Oké, tijd om te proeven. Ik ben inmiddels trouwens ook omgekleed en heb mijn haren los.
Dit klinkt nu net als Lent. Lent zegt ook, als je iets lekker vindt. Ja, ze zijn heel erg lekker. Ja, ik vind ze goedgekeurd. Ik ben benieuwd wat Nate er straks van vindt. Het is 10:50. De buitendeur staat nog wel open, maar het is wel aan het regenen. Maar ik heb in ieder geval een lekker bolletje, dus hier ga ik even lekker van genieten. Echt heel erg lekker. Ik had trouwens oud en nieuw nagels gemaakt. Kijk dit. En ik heb daar gewoon een zwarte basiskleur voor gebruikt. Deze van het kruidvat. En daar heb ik een grove glitter overheen gedaan. Dit is eentje van Caviar Couch. De C01 Flirty Glitter. Dat vond ik voor oud en nieuw al leuk. Dus dat zijn even mijn oud en nieuw nagels. Dan wordt hier volop geknoopt. Maar ik heb de buitendeur nog openstaan. Die moet zo wel dicht. Maar ik ga nu eerst even een deeltje van de alles doen. Want Nathalie is er ook nog niet. Dus kan ik morgen nog even wat doen. Inmiddels gezellig in de auto met Nathalie. Hallo! Omdat het decembermaand toch wel een cheat maand is, gaan we even naar de Mac. En het hoeft niet december ervoor te zijn. Nee, dat kan inderdaad. Cheaten kan altijd, maar ik heb het idee dat ik mijn decembermaand veel meer vol eet als andere maanden. Ja, maar jij eet over het algemeen niet veel. Ik ook niet. Nee, dat is zwaar. Oké, anyways. Dus dat gaan we lekker even doen voordat we naar het ziekenhuis gaan. De zenuwen die heb ik wel. Nathalie merkt het aan mij. Ik vergeet van alles. De oliebol was lekker, hè? Ja, zeker. Die heb je goed gekeurd. Dus Nathalie heeft net even oliebollen weggebracht. En nu gaan wij eventjes naar McDonald's en daarna door naar het ziekenhuis. Dus dat is de planning. Ja, en, wij hebben alweer een planning op deze. Altijd met jou. Altijd alles wordt gepland. Ja, dit is de planning. Ja, nou ja, ik heb het al gevraagd. Ik vroeg het aan jou. Want dan kunnen we dat doen. Alleen toen kwam die lockdown. Toen dacht ik, oh, nou kan het misschien niet. Maar het kan gewoon nog. Wat ga je eten? Of nemen? Ga je ijsje halen, toch? Ja, ijsje. Nou, dan zal het wel stoppen. Maar ik dacht, misschien ga je nog wat anders nemen. Dat weet ik niet. Dus, wij gaan daar nu heen. Dan gaan we weer lekker even muziek luisteren. Dus ik zie jullie sowieso later weer. Onze ijsjes zijn er. Ik heb McFlurry M&M. En jij ook, maar jij hebt saus. Karamelsaus erop. Mm-hmm. Dus door. Er doorheen. Dus dit gaan we lekker opeten. En dan moeten we straks weer richting het ziekenhuis. Het zou wel leuk zijn als je zegt, we gaan het niet opeten. Vanavond smelt en dan drinken we het op. Ja, lekker zonde. Ik vind het best duur geworden. Ik kan me nog altijd herinneren dat je 2,50 voor zo'n ding betaalde. En tegenwoordig zijn ze gewoon 3,35. Toen waren we 13. Ja, nou. Kun je zien hoeveel tijd het verandert. Maar we mochten binnen bestellen. En we hoefden niet onze QR-code te laten zien. Maar dat komt omdat je het gewoon afhaalt. Dus wij gaan hier lekker van genieten. Eet smakelijk. Even. Proost op alvast oud en nieuw. Niet kijken hoor. Zo, terug uit het ziekenhuis. Het is wel echt wat later geworden. Want ik had eigenlijk om 3:30 de afspraak. En we mochten om 4:00 pas naar binnen. Dus het liep best wel uit. Het is nu, weet ik niet, 5:10. Maar alles is gelukkig goed. Dus misschien dat ik jullie later nog even vertel waarom ik naar het ziekenhuis ben gegaan. Het kan ook zijn dat ik er een losse video over maak. Het is een eye-opener voor veel mensen. Dus misschien dat ik het wel in een losse video doe. Maar ik ben in ieder geval blij dat het allemaal goed is. Dus ik denk dat ik het in een extra video ga doen. Dat gewoon handig is om het zo in de vlog te doen. Want dan kunnen mensen het aanklikken als ze het interessant vinden. En mensen die het niet interessant vinden, kunnen het skippen. Maar goed, we gaan nu... Ik ga gewoon deze vrachtwagen inhalen. Oh, we gaan nu Lente en Frank bepalen. Dan word ik naar huis gebracht. En dan gaan jullie door naar mama. Dus in ieder geval... Oh, vertel mijn nieuws. Oh ja, Nathalie die heeft niet zo goed nieuws. Want die heeft misschien bloedarmoede. Want ze heeft, haar ijzer is niet goed, dus ze moet van de week bloed prikken en dan moet ze dus kijken. Dan gaan ze dus dat bloed nakijken en misschien krijgt ze dan een ijzertabletje, maar dat weet ze nog niet. Dus dat moet ze even afwachten. Maar ik hou jullie wel even op de hoogte als ze dat heeft verteld. Want we vertellen het nu in deze vlog. Dus we gaan nu nog even verder rijden, want ik denk dat we er al bijna zijn. Of niet? Yep. Dus ik zie jullie in ieder geval weer als ik thuis ben. Zo, inmiddels ben ik weer lekker thuis. Ik heb mijn moeder gebeld. De katten hebben lekker gegeten. Ik ga zo even douchen. Ga ik even nog wel iets feestelijks aantrekken. Want dat wist ik eigenlijk nog niet.
Ik moest namelijk naar de gynaecoloog, want ik had een uitstraakje gehad. En er waren dus wat cellen gevonden die niet helemaal goed waren. En ze moesten dat dus nakijken. Maar gelukkig was eigenlijk alles goed. Dan moet ik dus over een jaar terug. Maar ik denk dat ik er nog een losse video over ga maken. Mochten jullie dat willen, als jullie daar nog interesse in hebben. Maar goed, het had ook gekund dat ze bijvoorbeeld iets weg moesten halen. En dan kan je daar best wel pijn van hebben. En het voelt nu ook niet heel comfortabel. Maar ja, ik ben nu wel gewoon op een punt dat ik nog kan zeggen. Nou ja, weet je, ik kan gewoon nog wel even wat feestjes staan. Ik ga straks even een soepje maken. Ik ga wel eventjes douchen. Dat vind ik wel gewoon lekker, dat ik gewoon schoon ben. Want ja, ik denk toch dat mijn haar wel een beetje naar de oliebollen ruiken. Dus ik ga dat wel eventjes doen. Maak straks even een soepje. En dan heb ik vanavond gewoon oliebollen en ook bakhapjes. Dus dat is het ook wel. Maar ik moet de soepspullen nog even pakken. Maar ik wist nog niet wat ik wilde doen. Want ik had ook koeknoedels. Maar ik ga nu gewoon voor een soepje. Dus ja, ik ben wel heel blij. Ik ga wel lekker zo het oude jaar uit. Verder ook eigenlijk niet heel veel nieuws. Ja, dit was het eigenlijk. En daar liep ik dus al een tijdje mee rond. Maar goed. Ik ga zo eventjes naar boven even een jurkje halen voor vanavond. En dan ga ik straks even lekker douchen en even de soepspullen pakken. En dan ga ik eerst maar even eten. Weet ik, ja, je hebt vanavond trouwens een Mask Singer, dat wil ik zien. Maar ik moet natuurlijk nog even verder voor blog en YouTube. Dus ik ga dat tussendoor even doen. Ik weet nog niet of ik wil kijken naar, hoe heet dat? Of, je hebt Wie van de Drie, maar je hebt ook iets op Vier. Dus ik weet nog niet welke van de twee ik wil kijken. Dus moet ik even eventjes kijken wat ik wil doen. Maar ik had dus eerst ook even mijn ouders gebeld. Want die waren natuurlijk ook wel benieuwd wat de uitslag was. Maar het liep allemaal heel erg uit. Ik had om 3:30 dus een afspraak. Ik kon echt pas om 4:00 naar binnen. Dus ja, vandaar dat we nu ook heel laat waren. En het was gewoon een beetje rot, want Nathalie en Frank en Lente, die gingen naar mijn moeder toe. Dus ja, die wilden ook door. Ja, dat is gewoon een beetje rot als het uitloopt. Want je weet ook niet hoe lang zo'n onderzoek duurt. Maar ze namen gelukkig wel echt de tijd voor me. En ze waren wel heel lief en zo. Dus dat is wel fijn. Goed, ik ga eventjes spullen pakken. En dan ga ik eerst eventjes lekker warm douchen. En dan even wat anders aandoen. En dan straks maar eens even een soepje in elkaar flansen. Mijn handschoenen zijn wel binnengekomen. Die van de McDonald's die ik had gewonnen. Dus die kwamen mooi vandaag binnen. Dus die heb ik ook mooi weer gepakt. Dus ja, die zijn in ieder geval weer in de pocket. Zo, inmiddels heb ik de televisie toch op 6 gezet. Ik ga toch eventjes Wie van de Drie kijken. Ik vond het op 4 ook wel leuk. Maar ja, dat is toch wel heel veel terugkijken. De koffie zit erin. Ik heb nu de oliebollen erin zitten. Die zijn inmiddels ook wel warm. Ik heb een jurkje aangetrokken. Kijk, deze. Het is niet dezelfde als van kerst hoor, het is een andere. Dus maar vond ik toch nog wel leuk. Ik ben lekker gedoucht, mijn haren zitten weer eventjes gewoon lekker in de vlecht. Ik merk wel dat ik er spul in heb gehad. Het is, ja, merk ik wel heel erg met komen. Mijn koffie is klaar, dus die ga ik even lekker pakken. Dus ga ik eerst even lekker koffie doen met oliebolletjes. Het is nu bijna 8:30, dus ja, lekker even koffie drinken. Zo, inmiddels ben ik aan de snackjes beland. Ik vind de bitterbal echt heel goed. Ik heb mijn apple banditje hier. Er staat nog een colaatje naast. Ik heb wel het idee dat ik de hele dag aan het eten ben. Maar dat zal vast een beetje tussen mijn oren liggen. Ik ben ondertussen de Mask Singer aan het kijken. En het is 10:30 geweest. Dus nog 1.5 uur. Zo. Kabam. Even een staart tegen de bril aan. En de oliebol heeft net opgetreden. Champagnefles ook. En ik heb nog geen idee wie erin zit. Dus het is nog spannend. Maar goed, ik ga zo even de snackjes opeten, want de katten vinden het ook lekker ruiken. En die wil ik ook niet te lang tergen door de hele tijd heel rustig aan te gaan eten. En normaal gesproken eet ik na mijn avondeten al niks meer. Maar goed, ik heb nu straks nog wat oliebollen op en het soepje was ook niet zo heel vullend. Maar goed, het is prima, dus ik ga even lekker genieten van de snackjes. Het is inmiddels 11:57. De Mask Singer is net afgelopen. Ik zit hier met Mickeytje. Hè? Is niet zo leuk, hè, al die knallen. Ja, Muisie is heel bang. Die vindt het echt niet leuk. Tijgertje ligt hier te slapen. Maar de laatste minuten van 2021 tikken weg. De hapjes waren lekker. Maar het is wel gek. Ik moet zo nog een thumbnail maken. Ik heb verder alles wel klaar, maar de thumbnail nog niet. Dus die moet ik nog eventjes maken. Dus die ga ik even afmaken.
En dan kom ik nog even bij jullie terug als het 12 uur is geweest. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Ik zou zeggen, proost op 2022. Ja, we gaan zien wat voor jaar het natuurlijk wordt. Dat weten we nog niet. Het vuurwerk hier is best wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Dus ja, daar ga ik zo nog even van genieten. Ik ga straks nog eventjes Nieuw Amsterdam kijken en nog eventjes... Kerst bij Koosje en ik ga eventjes, dat ga ik even afkijken, maar ik ga hier ook even bij de katten zitten, want die zijn nu wel heel erg bang. Ja, ik zie jullie dan ook gewoon eigenlijk over een paar uurtjes weer, als ik de vlogdag weer opnieuw open. Maar voor nu ga ik voor vandaag in ieder geval stoppen, want ik heb al best wel veel gevlogd, dus ik ga nog even vuurwerk kijken en dan ja, komt dat ook wel weer goed. Dus ik zou zeggen, tot later! Goedemiddag op deze zaterdag, het is 1 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik voel me wel een beetje moe. Maar ja, dat komt gewoon. Dat heb ik altijd na oud en nieuw. Dus dat is verder niks nieuws. Ik heb voor het eerst sinds dagen wel weer goed doorgeslapen. Want de afgelopen week was het slapen gewoon echt niet fijn. Maar ik kwam gewoon door dat ziekenhuisbezoek wat er aan zat te komen. En ik niet wist hoe en wat. Dus ja, nu ik eigenlijk het goede nieuws heb gehad, heb ik gelijk weer een stuk beter geslapen. Dus dat was wel heel erg fijn. Ik ga volgend weekend de kerstspullen opruimen. Ik heb er nu gewoon nog niet zoveel zin in. Van de week ben ik weer druk met schoonmaken. Dan heb ik ook weer de grote schoonmaakbeurt. Daar ben ik weer ietsjes langer bezig. Dus ik heb zoiets, doe ik het volgend weekend op mijn gemak. Je kan nog eventjes genieten van de kerstboom. En dan, ja, volgend weekend ga ik het even allemaal weer mooi opruimen. Ik heb jeuk aan mijn neus. Bah. Ik sloot het jaar gisteravond nog eventjes rond af. Op YouTube. Ik zal het eventjes laten zien. Even kijken hoor. Want kijk, ik ging het jaar uit met 530 abonnees. Ik had er gisteravond 528. Toen dacht ik nog wel van nou, die 530 dat gaat dan niet meer lukken. Maar uiteindelijk toch nog gehaald. Dus dat was wel super tof. Wat heb ik wel op de planning vandaag? Ik moet mijn kaptafel opruimen. Mijn kaptafel is één grote ontplofte bende. Ik zal het jullie straks laten zien. Dat is echt niet normaal. Dus die moet echt even opgeruimd worden. Moet ook even een doekje overheen gehaald worden. Maar ja, vorige week met kerst wat uitgebreidere make-up gebruikt. Ja, nu met oud en nieuw heb ik ook wat meer uitgepakt. Ik heb veel getest. Dus er moet gewoon even heel veel opgeruimd worden. Ik heb ook nog het mandje staan met de make-up producten waar ik van de week een video over heb gemaakt. Die moeten kunnen allemaal op zijn plek. Dus daar ga ik jullie dan eventjes bij meenemen. Ik ga even lekker mijn kwasten wassen. Want mijn make-up kwasten zijn ook echt heel erg vies. Die moeten ook weer even lekker schoongemaakt worden. En even bullet journalen. Dus dat is het ook wel. Ik moet wel eventjes nog een nieuwe bestellen voor mijn blog en YouTube. En eigenlijk ook nog een nieuwe mus. Maar dat heeft nog niet zo'n prioriteit. Want ik verwacht, omdat ik in mijn mus doe ik eigenlijk alleen maar... leuke dingen die ik doe. En ik verwacht daar voorlopig even niks van. Omdat we ook nog in lockdown zitten. En ik weet ook niet of de lockdown opgeheven wordt na 14 januari. Dus, maar dat gaan we wel eventjes zien.
De nieuwe doodles staan ook online, dus daar zou ik ook nog mee aan de gang kunnen. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Het thema, die zag ik gistermiddag ineens online staan. Even kijken hoor. Kijk, die staan er ook weer op. Ook wel, ja, eigenlijk heel veel winterse dingen moeten er getekend worden. Volgens mij is alles ver goed verlopen, ook met de jaarwisseling. Alleen, het was wel heftig. Ik las gistermiddag las ik al dat er wel wat gewonden waren gevallen bij vuurwerk. En toen zei Nathalie op een gegeven moment, er is zelfs een jongen bij overleden. Dus dat vond ik wel heftig. Die was ook pas 12. Was gisteravond nog wel even in het nieuws ook. Dus ja, dat is wel heftig. Ik was ook blij op een gegeven moment dat de katten weer tevoorschijn kwamen. Want dit was echt geen categorie 1 vuurwerk wat de lucht in ging. Maar ja, goed, hè, mensen zijn toch naar het buitenland te gaan om vuurwerk te halen. Maar af en toe hoorde ik ook een knal. Ik dacht, jeetje, dat voelde ik helemaal in mijn lijf dreunen, zeg maar. Maar goed, ja, ik ga eventjes lekker stofzuigen en zo. En dan ga ik maar eens even aan die kaptafel beginnen. Dan zal ik jullie even bij meenemen. Mijn nagellak gaat er vanavond wel af, want dat is al heel erg gechipt. Ik heb hier bijvoorbeeld heel erg een chip. Het is niet zo echt al heel erg mooi blijven zitten, dus dat kan er mooi ook af. Dan kan ik morgen weer verse nagels maken of verse nagellak erop doen. Maar goed, even stofzuigen. Dan zal ik jullie even meenemen naar de Bende van Ellende, wat mijn kaptafel momenteel heet. Dit is hem dan, de Bende van Ellende. Zoals je kan zien is het echt heel erg vol. Ik heb hier wat spullen staan, kwasten staan die al gewassen moeten worden. Dit moet er allemaal nog bij en het hele mandje moet opgeruimd worden. Dus daar ga ik nu maar eens eventjes aan beginnen. Spullen die gereviewd moeten worden kunnen terug in dat bakje. Dus nou ja, hier ga ik nu mooi eventjes een beginnetje mee maken. Dat ruimt mooi op zo. Dan ga ik eventjes het gehakt nu draaien. Want het moet even de vriezer in. Het is maar tot morgen. Maar dit is in ieder geval weer lekker opgeruimd en schoon. Dus daar ben ik alweer blij mee. Zo, deze zijn weer heerlijk schoon. Daar kan ik altijd wel weer lekker op gaan. Geits, jaarin heb je ook gelijk weer schone kwast. Het was echt heel hard nodig, zoals ik al zei. Maar ze zijn in ieder geval weer lekker fris. Dus dat vind ik wel weer heel erg fijn. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Bovenop ietsjes opgeruimd, maar het is heel weinig. Dus dat is echt wel een doel voor het nieuwe jaar. Dat ik daar even flink aan de gang ga. Maar dat komt wel goed. Kijk, die nagels zijn nu nog meer beschadigd. Eigenlijk wel gek, want ik heb niet heel veel bijzonders gedaan, maar het bleef er slecht op zitten. Maar het gaat er straks toch lekker af. Nou, kwasten zijn schoon, zoals je net hebt kunnen zien. Ik heb al één doodle getekend. Ik heb de planning van december afgewerkt in de bullet journal, dus dat is wel fijn. Nou, ik word ook wel heel blij nu van mijn kaptafel dat die zo lekker schoon is. Nou ja, dat gehakt, dat moest even gedraaid worden, want dat was tot morgen goed. Dus dat heb ik mooi al even klaargemaakt. Wil ik maandag eten. Dus ik heb die ballen nu in de vriezer gezet. Dan kan ik ze de morgenavond gewoon uithalen. Dus dat is ook wel lekker. Maar op zich was het wel gewoon een chill dagje of zo. Gewoon wel even lekker. Gewoon niet te veel gedaan. Maar
ja, ik vond het in ieder geval wel heel fijn. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker eten bestellen, want dat doe ik altijd op nieuwjaarsdag. Vind ik lekker, dan hoef ik niet zelf weer in de keuken en zo. En ja, vind ik gewoon wel lekker. Verder, vanavond gaat de Mask Singer verder. Ik weet er van eentje zeker wie erin zit, de andere eigenlijk niet echt. Dus het ja, was ook best wel lastig. Dus nou ja, goed, dat gaan we vanavond zien. Dan kan ik daarna nog wel even in de Witse kijken, denk ik. Want ja, er is nog wel wat tijd over. Ik wil de vlog alvast zo ver mogelijk afmaken tot en met vandaag. En nou ja, dan heb ik gewoon weer Nieuw Amsterdam. Heb ik gisteren dan ook nog naar gekeken. Was heel erg mooi, dus die ga ik vanavond ook kijken. En ik ga nog even kijken naar een nieuwe serie op Videoland. Want dat weet ik nog niet wat ik daarna wil kijken. Maar er staat genoeg op. Ja, dat. Ik had gisteren even Kerst bij Koosje dan afgekeken. Dus dat was nu af. Dus dan ga ik even aan wat anders beginnen. Dus ja, ik ga dat wel eventjes zien. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga nu niet zo lang verder vloggen, want dat heb ik gisteren natuurlijk al gedaan. En anders wordt de vlog weer zo heel erg lang. Dus, nou, ik ga straks in ieder geval eventjes ook lekker douchen. Maar nu eerst eventjes lekker relaxen nog. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Oh ja, Nate was trouwens heel erg blij met het plantje die ik had meegenomen. Ze heeft uiteindelijk de blauwe gekozen en ik kreeg mijn moeder de gouden. Dus dat was superleuk. Goed, ik ga relaxen. Tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 2 januari. Ik zit eventjes op de bank. Mijn vader komt zo even. Die komt even de scooter starten. Want die moet gekikt worden. En ik krijg het zelf niet voor elkaar. Want die start sinds een paar weken niet meer. Nathalie heeft er vrijdag naar gekeken. Ik kreeg het ook niet voor elkaar. Dus dat komt hij zo eventjes doen. Verder heb ik niet heel veel plannen. Ik ga gewoon foto's maken. Ik moet even de groenten afhalen. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar The Mask Singer. De rest was ook wel weer leuk. Dus ja, dat vond ik wel heel leuk. En we hadden het ook redelijk goed. Alleen de sneeuwpop was een hele grote verrassing. Daarna even in Witse gekeken. Toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. Voor het grootste gedeelte is ook gelukt. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en ben ik begonnen met Bitterzoet. Het is een serie op Videoland en die duurde echt maar 6 minuten, dus daar heb ik een aantal van gekeken. Toen vond ik het ook wel goed, dus daar ga ik vrijdag dan wel weer mee verder. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik zat even te appen met Nathalie, die had mijn hulp even ergens benodigd. Ik had haar eventjes gebeld, maar dat lukte niet. Ze was natuurlijk even druk of ze kon eventjes niet opnemen. Dus toen waren we even aan het appen. Ja, ik ga nu gewoon even zitten en dan komt mijn vader zo. Dus ik ga straks nog even de fotospullen zien natuurlijk. Dus dat wordt verder een beetje de planning. Dus ja, niet heel bijzonder vandaag. Dus ik zie jullie straks weer eventjes. Oké, de fotospullen die ik had uitgezocht, dat is het Pro Next Gen Slim Eyeshadow Palet van Catrice. Ik heb deze lip booster, of ja, lip serum eigenlijk van Essence. En ik heb dit Rosewater Face Mist van ja, Beauty Depth. Dus dit had ik uitgekozen om foto's van te maken. De scooter loopt weer. Ik heb alleen de foto's nog niet gemaakt. Dus ik denk dat ik dat gewoon eventjes om 8 uur ga doen. Want om 8:30 begint Diepe Gronden. Dat wil ik heel graag zien op SBS6. Dan zou ik daarvoor eigenlijk nog even prima de foto's kunnen doen. Dus ik denk dat ik dat nog wel eventjes ga doen. Ik had gisteravond trouwens eten besteld. Had ik nog helemaal niet verteld. Super lekker. Maar de Rabobank had weer een storing. Elke keer. Dus je kon niet betalen. Dus nou, uiteindelijk heb ik wat kunnen bestellen. Ik zou 5:30 van komen. Maar ja, er kwam niemand. Het werd later. Maar toen hadden ze wel, toen het werd bezorgd, zei die man wel van ja, sorry dat het zo laat was. Want het was heel druk. En toen kreeg ik wel 2 blikjes cola gratis. Dus dat vond ik wel een hele goede service. Dat had ik niet verwacht. Ik heb net nog even een paar oliebollen gegeten. Die waren eigenlijk nog heel erg lekker. Dus ja, dat was nog wel eventjes lekker. Ik ga nu zo nog wel even lekker relaxen. De scooter die doet het weer. Was wel eventjes een gedoe. Maar nu gewoon eventjes elke dag gewoon even een poosje laten lopen. In de hoop dat het dan goed blijft gaan. Nou, straks even eten. En eerst douchen en dan eten. Ja, vanavond zoals ik dus zei, je hebt Diepe Gronden. Dat wil ik graag gaan kijken. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Verder heb je niet zo heel veel. De Diepe Gronden is een nieuwe serie. Die is ook al te zien op Videoland, geloof ik, vanaf morgen. Ik ga daarna nog maar even in Witsen kijken. Ik ga mijn nagels doen en ik moet foto's bewerken. Dus dat is eigenlijk ook voornamelijk de planning. Verder kijk ik vanavond nog Nieuw Amsterdam en heb ik weer Undercover. Dus ja, wel weer lekker een televisieavondje wat dat betreft. Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Ik hoop dus straks nog even die foto's te kunnen maken, maar dat komt vast wel goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen of te doen. Dus ja, ik denk dat we het hier dan eventjes voor vandaag bij gaan laten. En dan zie ik jullie gewoon lekker morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 3 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond rond 7:50 nog even de foto's gemaakt. Ik dacht, ik vind het toch wel fijn dat het klaar is. En het was allemaal goed gelukt. Het ging allemaal vrij vlotjes, dus dat was nog wel fijn. Toen heb ik even lekker koffie gemaakt, want toen was ik om 8:30 klaar voor Diepe Gronden. Best wel een interessante serie. Ik moest in eerste instantie een beetje wennen, want ja, op een of andere manier voelt het nog steeds een beetje gek om Linda de Mol als actrice te zien. Ook al ken ik haar ook wel als actrice, maar ja, het voelt meer als presentatrice dan als actrice. Ze heeft ook niet de gezelligste rol die er is. Ze is kil en afstandelijk en er kan geen lachje vanaf, maar oké. Okay. Ik vond de eerste aflevering wel heel mooi. Ik ben wel heel benieuwd naar de tweede. Daarna ben ik Witsen gaan kijken en heb ik ook mijn nagels gedaan. Deze kleur, dat is dus dit lakje van Catrice. Dit is de C02 Shiny Lilac Nails. Dus eigenlijk een beetje een lilac kleurtje, al vind ik het wel meer donkerpaars. Dus die vind ik wel leuk. Nou, toen ben ik de foto's gaan bewerken. Dat ging eigenlijk ook allemaal vrij vlot. Ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken. Morgen begint overigens seizoen 4 op net 5. Dus die wil ik even opnemen. En ja, wat ben ik daarna gaan doen? In de koffer gaan kijken. Ja, ik heb hierna nog 1 aflevering. Dus het is echt hard gegaan. Het is ook wel heel spannend. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat verder afloopt. Vandaag hier op de planning. De kattenbakken moeten gedaan worden, de gang en de douche. Ik moet even een was aanzetten. Ik wil eventjes ook dat ladekastje pakken die ik in de douche wilde neerzetten, die ik bij de Action had gekocht. Die wil ik ook gelijk even gaan inrichten. Dus ja, eigenlijk gewoon een beetje een schoonmaakdagje. Dus ik ga jullie gewoon meenemen in de dingetjes die ik ga doen. Dus ja, ik ga even de spullen pakken en dan ga ik daar zo eerst aan beginnen. Maar eerst maar eens even de was bij elkaar raken. Wat is er, Mickey? Mickey heeft een beetje het miauwende geluid bij zich. Wat is er? Is niks aan de hand, hè? Dus ja, ik ga eventjes de spullen pakken en dan ga ik even muziek aan doen en dan ga ik eventjes aan de gang. Ja, dit is dan het resultaat, hoe het nu staat. Ik vind het wel weer mooi. Alles netjes gewoon erin. Lensspullen en lensvloeistof. Hier heb ik nog niet echt iets voor waar ik in kan zetten, maar dat kan altijd nog komen. Dan heb ik dat nu daar neergezet. En het setje waar mijn haarspullen in zitten, die gaat naar de slaapkamer, want het wordt hier er toch niet beter op. Dus ja, ik ben wel tevreden hoe het nu staat. Zo, het wasje zit in de droger. Ik heb alles lekker klaar. De bakken zijn schoon. Ik had net de bak geleegd. Net weggebracht. Ik zou hem net gaan schoonmaken. Deed tijgertje er gewoon een plasje in. Dus toen gauw schoongemaakt en gevuld. Dus toen konden ze weer op de schone bak. De gang lekker weer helemaal klaar. Ze hebben schone bakjes met eten en drinken. Maar toen ging ik dus de douche doen. En ik laat altijd wel de deur openstaan, want ik ben eigenlijk gewend dat ze er meestal niet bij komen lopen. Omdat ik toch met schoonmaakmiddelen bezig ben en vinden ze toch niet zo heel fantastisch ruiken. En ben daar ook aan het dweilen, dus natte pootjes hebben ze een hekel aan. Maar Mickey kwam daar toch binnen en in één keer maakt ze een sprong. Ze springt half op het wasbakje.
Maar daar had ik dus water in zitten met chloor, want dat vind ik altijd lekker fris. Nou, toen sprong ze natuurlijk... Ja, ze kwam er geloof ik... Ik weet niet of ze nou half met de pootjes bij kwam. Dat weet ik niet helemaal. Ik weet niet eens precies wat het gebeurde, want ik stond er met mijn rug naartoe. Maar in ieder geval, overal lag water met sop. Dus dat heb ik ook gauw opgeruimd. En nou, het was wel even schrikken. Dus ik hoop eigenlijk dat ze dat niet nog een keertje doet. Maar ja, je weet niet of ze ervan geleerd hebben. Ik ben blij hoe het nu ook staat. Ik moet alleen nog even een goed plekje vinden voor de haarspulletjes. Maar dat komt vast wel goed. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden. De was die wel zo klaar, die zit al lekker in de droger. Dus ja, eigenlijk was het een prima middagje. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even douchen en eten. Je hebt vanavond niet zo heel veel. Je hebt wel gewoon goede tijden. Maar ik denk dat ik even de start van de B&B Vol Liefde ga kijken. Dan leer je de kandidaten kennen. Dat ga ik denk ik even kijken. En ik denk even Hudson en Rex. Want daar heb ik er nog eentje van staan. Dan kan ik die mooi ook eventjes kijken. Dus ik denk dat ik dat mooi eventjes ga doen. Ik las ook dat de scholen naar de kerstvakantie weer open gaan. Dus de kinderen kunnen weer naar school. Ik denk dat een heleboel kinderen en ouders dat wel weer fijn vinden. Al zullen er ook wel een aantal zijn die het eigenlijk wel lekker vonden thuis. Maar ja, het is wat het is. Vanavond ga ik verder even mijn artikel schrijven. En nog eventjes een extra artikel voor morgen. Ik ga Nieuw Amsterdam kijken en ook fietsen. Dus dat is het ook. Mijn batterij is nu leeg, dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik heb verder toch niks meer te melden en ga niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 4 januari. Ik ben klaargemaakt en ik heb een beetje last van mijn kaak. Ik ging er gisteravond al mee slapen. En ja, het zit er nog steeds. Het zit aan deze kant. Dus ik moet gewoon even kijken met eten wat kan ze aan deze kant eten. Misschien merk ik er niet zoveel van. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik had ook een zeer oor. Dus mijn oorpijn komt bij mijn kaak vandaan. Het staat met elkaar in verband. Dus ja, die pijn die komt daar een beetje vandaan. Dus ik hoop dat het vandaag of morgen wel over is. Ja, ik heb een beetje last van mijn ogen. Dus ik zit een beetje te knipperen. Ik ga zo meteen boodschappen doen. En dat is het eigenlijk ook wel. Het regent weer buiten. Het is ook koud. Maar ja, volgens mij zou het vandaag ook wat kouder worden. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het nu is. 7 graden, zegt hij. Oké. Gisteravond. Ik heb even de Bed & Breakfast Vol Liefde de aftrap gekeken. Want die hadden ze met kerst uitgezonden en die had ik nog niet gezien. Hierin stelden nieuwe kandidaten zich voor het nieuwe seizoen. Waar mensen zich dus voor kunnen opgeven. Die het eventueel zien zitten om te daten met een van deze mensen. Ik moet zeggen, ik vond het nog niet zo heel veel soep. Er zaten best wel een aantal waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel leuk. Maar ik vond ook vooral veel oudere mensen. Dus ik was nog niet light enthousiast. Maar het is een eerste indruk. Hè? Vaak als je dan zo'n seizoen gaat kijken. Het wordt pas van de zomer weer uitgezonden. Dat vind ik op zich wel leuk. Want dat vond ik afgelopen zomer echt een heel erg groot succes. Maar dan leer je ze toch op een andere manier kennen dan dat je ze nu eventjes gewoon snel ziet. Maar goed, dat gaan we wel zien. Daarna heb ik even Hudson en Rex gekeken, want ik had nog een aflevering staan. Dat was ook wel weer heel erg mooi. Toen heb ik 2 artikelen geschreven. Eentje is er nu al online gekomen en de andere was gisteravond al online. Toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken. En daarbij begon ik me al een beetje wat minder lekker te voelen. Want hun hadden een hittegolf. En net of ik het zelf dan ook kon voelen. Omdat je gewoon een beetje weet dat Nederland ook wel warme zomers kent. En dan dacht ik, oh ja, je zag ze zo zweten zo. Ik dacht, oh wat naar. Maar ja, het is natuurlijk maar gespeeld. Maar ja, toen voelde ik die kaak al een beetje in dat oor. Ik denk, oh, vreselijk. En daarna had ik witsen, dus dat was het ook wel. Ik heb verder eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want er is weinig gebeurd. Ja, ik heb gisteravond de was nog even opgevouwen tijdens de televisie kijken. Ik ga het eventjes de boodschappentassen pakken en even schoenen. Ja, zo handig om schoenen aan te trekken, ik heb nieuwe sloffen aan. Dan ga ik even stofzuigen en de bakken van de katten scheppen en dan ben ik straks klaar voor de boodschappen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik zie jullie dan wel weer als ik terug ben, want nu is er verder toch niet veel te vertellen of te doen. Dus ik zou zeggen, tot strakjes. Kijk, ik heb de nieuwe matjes in de douche gelegd. Hier het badmatje, de zwarte en ook de witte, die ik dus het laatst bij de Action had gekocht. Dus ik vind het niet misstaan, maar ja, de badmat hier kan niet zo heel erg uitgebreid liggen, omdat ik dus die douche zit gewoon vrij snel op de
wc. Maar goed. Ik ga even de lamp uit doen. En dan is dat ook weer gedaan. Ik ben inmiddels weer terug van de boodschappen. Ja, al wel een tijdje hoor, want we hadden hier even koffie gedronken en even een mailtje gedaan. Ik kreeg nog een heel leuk cadeautje van mijn coach. Allereerst deze superleuke kaart. En chocolaatjes. Dus superleuk, vond ik wel heel erg lief. Dus ja, hartstikke leuk. De katten zijn nog aan het eten, dus ik zal even de boodschappen pakken en die eventjes aan jullie laten zien. Zo, ik zit. Ik had een kattengrit gehaald bij de Welkoop. Maar ja, dat hoef ik niet te laten zien. Hij was wel duurder geworden. Ik heb toiletpapier. Heel belangrijk. Oh, echt goede passen. Ik heb chocomel. Keukenpapier. Bij de plus waren de witte reusblokken. 3 halen, 1 betalen. Dus ik heb hier ja, eentje met frisse bamboe. Ik vind deze blokken gewoon het fijnst. De rest komt zo wel. Ik heb varkensschnitzeltjes voor donderdag. Ik heb deze, de Brilliant Gel. Volgens mij geeft het ook blauw water, maar dat weet ik niet zeker. Dit is Arctic Ocean, deze. En dan heb ik de droogappelblouse, die is ook wel heel erg lekker. Ja, ik vind deze dingen gewoon echt ideaal in de wc. Tubetje frietsaus. Oma's frietjes heb ik. Een flesje Fanta. Die was nu een eurotje. Dat vind ik wel eens lekker. We hebben weer kattenbrokken natuurlijk. We hebben ook harde brokken. We hebben weer even bakboter. En ik heb hier nog een flesje Rivella. Dat was ook een eurotje. Ga ik bijvoorbeeld mijn tas even pakken. Dan heb ik bonen, jullie wel bekend inmiddels. Zakje met gewone patatjes en aardappelschijfjes. Koffiecupjes, die nemen we tegenwoordig hier bij de Lidl mee. Want in die kast de laatste keer bij de Plus gehaald. En dan heb je er maar 10 voor 50 cent. En bij Lidl heb je er 20 voor 50 cent. Dan heb ik deze. Deze was nu met korting. Het is foam window en glas cleaner. Ik wil de ramen even wassen. Ja, van de week. Want ja, als ik die kerstspullen eraf heb gehaald. Ik heb op de zijramen hebben stickertjes gezeten. Op het voorraam dan de zuignap van mijn kerstster. Dus die wilde ik gelijk even wassen. Toen zag ik dit staan. Ik nou, kan ik wel een keer proberen. Is het wel wat? Even een fles cola. Want ja, ik hoef er nu niet zo'n 6-pak. Nieuwe afwasborstels. Want die van mij die was echt toe aan de vervanging. Dan hebben we nog hier de slavinken. Haricoverts. Ik heb hier spekreepjes. Een dubbel pakje filet. En een pakje melk. Ik ben even bij het kruidvat geweest. Even kijken wat ik daar had. Ik heb hier medicijnen. Een agendaatje, een nieuw agendaatje voor 2022. Toch wel fijn om weer te hebben. Hij is alleen een beetje uit zijn nux. Ja, het is gewoon een heel simpel agendaatje. Gewoon dat ik er eventjes wat dingen kan opschrijven. En deze is ook wel lekker compact. Maar hij gaat niet zo lekker dicht. Wat make-upjes. Die waren nu met 50% van Maybelline. Ik heb allereerst de Fit Me Blush.
Deze ging dus 50% vanaf. Ook van de Dream Radiant Liquid Foundation. 50% ging daarvan af. En ook van deze concealer. Dus in totaal ging er echt best wel veel geld van af. Dus ja, die had ik even meegenomen. En ik kreeg nog een gratis armbandje. Mocht kiezen een spel of een armbandje. Maar het spel had ik al, dus ik heb mijn armbandje genomen. Dit waren even de boodschapjes. Ik ga dit even opruimen. Want ja, dat is wel eventjes handig om te doen. Zo, ik heb alles in ieder geval weer eventjes lekker op zijn plek gelegd. Ik ga zo nog even lekker relaxen en dan straks eten en douchen. Vanavond heb je goede tijden en daarna begint Married at First Sight, het nieuwe seizoen. Dus daar heb ik wel zin in, dat ga ik lekker kijken. Ik moet verder ook vanavond even de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. En ik heb Nieuw Amsterdam en daarna ook weer Witsen. Dus dat wordt verder de avond. Ik moet alleen nog even mijn medicijnen opruimen. Die had ik ook weer eventjes uit de muur gehaald. Dus dat is verder ook de planning. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je die klikt, daar kun je ook op abonneren. Daarnaast staat ook die notificatiebel. En als je die aanklikt, krijg je een mail zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Het leuke is, ik zit inmiddels alweer op deze abonnees. Het is echt super leuk om te zien. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!